Alsjeblieft, liefhebbers. Ik ga eerst nog een paar puzzels doen. En daarna ga ik een paar puzzelasjes doen. Toverpad D4. Als het paard... Wacht, eerst als het toren pakt. Heb het paard met maar 2 punten gewonnen. Niet de beste. Als we met het paard pakken... Hebben we... Ja, gewoon de 5 punten gewonnen. Dat is ook goed. 3 punten erbij. Boom. Oké. Paard pakt de D6. Als we het pakken... Dan wat? Dan pakt hij pion en dan, ja, dan niks. Dus nee. Of we hebben gewoon een gratis dame, want de loper, hij kan niet pakken. Loper. We hebben een gratis dame. Oeh, 4 punten waren. Nee. Oké, dame. Dame F3. Als wij eerst dit doen. Pakt hij onze dame, pakken wij de toren. Nee, pakt hij onze toren. Dat is niet goed. Als wij eerst pakken, hij daarna pakt. Toren valt de loper aan. De loper komt hier. De toren komt daar. Daarna pas lopen daar. Kan wel, überhaupt. Kijken als er nog een beter is. Ik denk wel dat dit een goede is. Pakken. Sorry. Ik had hier fout. Sorry, hier? Pakken wij de toren. 5 punten bij. Oké. Toren pakt de S-loper op F7. Hij valt wel eerst ongeschreven aan zijn dame. Maar als wij gewoon dat gratis paard pakken, dan. Ja, dan heb ik gewoon gewonnen. Oh, kijk! Ik denk dat ik het weet. Dame pakt de F7. Dame pakt de F7. Toren D8. Dame F8. Toren pakt mat. Woe, 6 punten. Erbij. Ja, stikmat. Hij kan niet pakken. Schaak. Ik zat te denken aan bij pakken, maar dat is niet goed, want hij pakt naar de dame het paard. Sorry. Dus, ja. Dit is een lastige. Dus wij pakken en hij pakt, dus dat is nog steeds niet goed. Maar als hij pakt, wat kunnen wij dan nog steeds eventjes nog stiekem eventjes doen? Nee, niet stiekem, maar gewoon wat kunnen wij doen? Aha, wij kunnen de dame insluiten. Dat is wel een goeie. Dame ingesloten. Want hierheen niet paard, hierheen niet dame. Hierheen niet, dame. Hierheen niet, dame. Loper. Loper. Paard. Als hij hierheen komt, toren.
Als ze toren pakt, lover of koning. Dus dan is de dame wel heel goed ingesloten. Oké, de pion daar is gekomen. Geen idee. Maar de A3-toren pakt de B2. Dit is heel makkelijk, vind ik. Schaak. Hij pakt. Wij pakken toren. Schaak. Hij pakt. Wij pakken toren. Als daar 10 staat, dan gaan we een rush doen. Oké. Wij gaan naar schaak. Hij kwam daar. Ik zit te denken aan een stikmat, maar ja, dat zie ik niet echt. Stikmat zie ik niet. Stikmat niet. Gewoon een schaakmat. Ik zit nu veel te denken aan toren hier. Hij pakt. Wij pakken. Maar. En dan komt er met zijn koning daar en schaak. En hij pakt wel en wij pakken wel. Maar hij staat dan gewoon met een paard en een toren. En wij hebben alleen nog maar een toren. Dus. Hij staat achter, dus we moeten niet ruilen, vind ik. Misschien een dubbele aanval. Nee. Ja, ik weet het niet. Ik zie tenminste niks. Ik ga voor een hint. Dame daar. Ja, dan wat? Dan hier. Dan wat? Wat? Hij pakt. Wij pakken een schaakmat. Dat pakken we een schaakmat. Zet. Of zo schaak en zo en zo. Ja, nou gaan we een rush doen. Waar is de rush? Nou gaan we puzzel rush doen. Die vind ik heel leuk. Hey, wie is de eerste? Oké, we beginnen gewoon met de rush. Schaakmat. Schaakmat. Gaat spaard. Schaakmat. Gaat loper. Niet alles is gratis, maar gratis spelen. Schaakmat. Deze vind ik wel lastiger, maar schaakmat. Wat is dat? Nog pakken. Oké. Schaak. Binnen. Nee. Is goed. Ik zie wel dat dit zo gepind is. Zomaar. Ik dacht misschien eerst een schaak, maar dat zie ik ook verder niet. Want de tijd loopt. Nog 10 minuten, 57 seconden. Ah, een beetje sneller tempo dan. Oh, schaak, mat. Schaak.
Ja. Dan kushaan. Nou. Ik vind misschien een leuke schaak. Misschien een leuke schaak dat ik maar nee. Gepint. Wat? Dat is gepint, hè? Is juist goed. Daar, hè? Daar zijn we het gezien. Schaak. Kom daar. En ik kan nog pion, pion. Ik kan daar niet lopen schaken, maar dus. Wat dat ook niet, hè? Twee paarden, dank u. Dank u schön, bitter schön. Wel, dank u schön, ga ik een bitter schön terug. Nee, maar. Ja, ik vind het paard heel. De paard ziet er heel gratis uit. Een paard. Nee, paard, hè. Dit is hoeveel puzzels ik heb opgelost. Als nog 1 minuut. Kan ik het maar 14. En ik heb even 17. Dat is 9. Oh nee, hier. Nee, ik kon juist niet pakken. Daarom. Even kijken hoor. Ja, ik moet dus mijn duim pakken. Nee. Deze. Ja, hij pakt hem. Ja, hier wist ik het niet verder. Ja, wat nu? Nee, stop. Ja, verder weet ik het niet. Paard pakken. Oké, okay. Mooi, mooi. Nou, deze fout. Ja, deze. Deze vond ik zelf ook niet lastig. Ik zei pak maar dat is niet goed. Ik pak. Hij pakt. Of ik ga even promoveren. Dan weer. Nou ja. Maar schatmat. Oké. We doen nu nog een paar puzzels. Wat moet je doen ja, naar het terras? Ik doe nu, hoe heet dat? Lurling. Pauken. Heb ik net gedaan. Hier, ik denk. Dus. Ik pak. Ik pak en ik heb pion gewonnen. Fout. Paard hier. Zegt hij, ik weet niet waarom. Ineens hoor. Ah, dubbele aanval. Ja. Schaak. Hè? Huh? Schaak. Hij pakt ze. Ja. Hm.
Hier komen, hij doet dame. Oh, dit was heel sneaky. Oké, hij pakt nu over. Lapper. Bishops. Nee. Maar wij pakken schaak. Hij pakt. Wij komen hier schaak. Ja. Huh? Hoezo? Wat dan? En hier. Oh, ik kon niet pakken. Hier. En nou niks. Dus ik. Ik zie niks meer staan. Pakken schaak. Nou pakken. Oh. Ah, hier schaak. Ja. Als daar weer een 10 staat, ga ik weer een rust doen. Als hier een 10 staat. Ja? Oké. Zeg ik alvast eventjes. Lopen hier. Gaat dus plaatsen. Ik pak dat. Dan dat. De pion. Kan ook. Ik dacht misschien. Dan aanvallen. Dan lopen. Maar als hij dan met de pion pakt en als ik dan de loop pak, dan pakt hij nog met de dame. Appa. Oh, wel met de loop pak dan. Appa. Oh, die komt zo meteen aan, denk ik. Oké. Lopen hier. Oké, schaak. Is nog niet nagedacht. Wat nu, schaak? Ja, wat dreigt. Ik vond dit wel eventjes genoeg voor vandaag. Volgende keer ga ik verder. Nou, ja. Doei!